ben de beste van 2011 en nou, hier is die. Een check ter waarde van 6000 euro. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Ben je er blij mee? Dankjewel. Ja, Govert Metaal, ook namens Poker City natuurlijk van harte gefeliciteerd met de Unibet Player of the Year 2011 prijs. Ja, bedankt. Het was eigenlijk echt een topjaar voor jou. Je speelt toernooien met buy-ins van 400 euro, maar ook van $25.000. Dat is wel een enorm verschil, maar je presteert in allebei de toernooien enorm goed. Hoe leg je dat uit? Wat is daar in jouw kracht? Nou ja, dat ik ze allebei hetzelfde benaderd gewoon. Ja, precies hetzelfde? Nou ja, in principe wel, want ik ga gewoon zitten en... Pas mij natuurlijk aan aan de tafel. Dus bij een high roller zit je natuurlijk wel wat veel dieper in het toernooi. Dus heb je veel meer de tijd om natuurlijk rustig te spelen. En bij een 400 toernooi moet je natuurlijk waarschijnlijk eerder erin gooien. Dat is het enige eigenlijk. Ja, maar je denkt niet, bij een 400 euro toernooi is jouw concentratie bijvoorbeeld niet anders dan bij de PCA high roller? Nou ja, bewust misschien bewust niet, maar onbewust misschien natuurlijk wel iets. Maar het gaat ook om de gezelligheid natuurlijk. Dus, Ook bij de high roller waar je met alle bekende pokeraars zoals Jason Mercier, Daniel Negreanu, noem maar op, die spelen allemaal mee en zit jij dan bij? Ja, maar voor hun is dat natuurlijk, stelt het niet veel voor. Dus dan ze doen hun gewoon normaal en dan pas ik mij gewoon aan of ik luister of ik praat een beetje mee. Dus, ja, en vorig jaar werd je bij de PCA in de high roller uit mijn hoofd vijfde. En dit jaar, dus voor 2012, al meteen weer zesde. Dus je staat eigenlijk meteen weer goed voor het klassement van 2012. Ja, dat had ik al uitgerekend, ja. En een finale tafel hier in Utrecht, dus voorlopig zijn we nog niet van Govert Metaal af. Het gaat om klassementen, geloof ik. Nee, dus ik denk dat ik waarschijnlijk weer boven ons staat na deze serie. En dan proberen we vast te houden natuurlijk weer. Ja, nou hebben we een aantal Unibet-spelers van het jaar gehad. Uit mijn hoofd Pieter de Korver en Paul Berende. Die zijn toch iets jonger dan de winnaar waarmee ik hier nu sta. Hoe is het voor jou om toch vaak met jonge gasten te spelen? Die zijn vaak agressief, maar jouw eigen spel is ook heel agressief. Hoe speel je met die gasten? Ja, in principe, je kijkt natuurlijk niet naar leeftijd. De meesten kennen natuurlijk allemaal mijn zoon zijn. Dus met de praat is het misschien wat anders, maar ze zijn heel relaxed en ik probeer gewoon een beetje mee te praten in hun leeftijd, laten we het zo maar zeggen. Je bent een geducht tegenstander, je hebt alweer een finale tafel gehaald hier in Utrecht Dome Classics. We spelen samen het main event, we hebben al aan tafel gezeten samen. Ik hoop dat ik je ontloop vandaag, want ik ben een beetje bang voor je. Nou, we proberen elkaar later in het toernooi. Ja, dat is goed. Okay. Hugo Borst, net de prijs aan Govert Metaal uitgereikt. En je zei al tegen hem enorm veel respect voor hem, maar hij speelt toernooien met buy-ins van $400 en $25.000. Zie jij zelf wel eens een toernooi van $25.000 spelen? Als dat gebackt wordt of als dat gesponsord wordt, geen enkel probleem. Het is altijd prettig om met andermans geld te spelen. Ja, dat is wel waar. Daarover gesproken natuurlijk hebben we jou in het MCOP main event zien cashen. En ook met de grote spelers mee zien doen. Maar daar was je achteraf vrij bescheiden over. Ja, het is dat ik hier cash is toevallig niet omdat ik heel goed ben. Nou ja, ik vind dat enige nederigheid wel op zijn plaats is. Kijk, als je mij aan tafel zet met Jack van Gelder of Johan Derksen, dan ben ik ook een onbescheiden mens. Hè? Maar dan voel ik mij heel erg thuis omdat ik alles afweet van het métier voetbaljournalistiek. Maar hier voelde ik mij toch altijd wel een vreemde eend in de bijt. Wat overigens niet wegneemt, is dat ik me heel erg op mijn gemak voel. Ook al omdat pokerscene relax is, aardig. Maar ik weet wel dat ik de minste ben in principe naarmate het toernooi vordert. En dan kun je met nederigheid, bescheidenheid, kun je altijd nog wel hoge ogen gooien. Poker is een toegevoegde waarde in mijn leven geworden. Ik besta er niet van, maar het is hartstikke leuk om in die scene rond te lopen. En zoals vandaag het main event, weet je, ik heb er geen verwachtingen van. Ga ik er vroeg af, vind ik het prima. Haak ik de finale tafel, vind ik het ook goed. Nou, dat is toch leuk? Ja, dan lijkt me niet dat je met heel veel stress het toernooi instapt, nee. Nog één laatste vraag om een voetbalvergelijking te maken. Net had ik met Govert even over het toernooi van €400 en de hele duur van $25.000. Voelt toch een beetje alsof je met Barcelona, met alle respect, Sparta uit. Het lijkt dan een €400 toernooitje. En Real Madrid uit een $25.000 toernooi. Hoe zit het dan met de motivatie van die voetballers of Govert in dit geval?
Ja, maar weet je, als ik zat net met Govert een kopje koffie te drinken. Het is echt zoals hij zegt, hè. Voor hem, hij maakt geen onderscheid tussen die 400 en die 25.000 euro. En je ziet gewoon dat hij naast heel veel ervaring, want hij doet het 4,5 jaar, dat lijkt ogenschijnlijk kort, maar hij heeft toch wel heel veel ervaring opgedaan. Ik denk wel dat zijn spelplezier, zijn spelvreugde en zijn levenservaring, het is natuurlijk een man op leeftijd, hem zo ver brengt. Hij is totaal niet onder de indruk van jonge agressieve gastjes. Want hij kan hun spel ook spelen. Hij is heel gevarieerd. Tight of mega agressief. Hij beheerst het allemaal. En heeft de kracht dat hij op intuïtie speelt. Nou, hij is op leeftijd. Dan ben je een amateurpsycholoog. Ja, dus hij heeft heel veel voorwaarden om goed te presteren. En dat blijkt ook wel met deze prijs.